Er komen mij berichten ter oren dat in Kortrijk ze aan het proberen zijn om ons die titel van warmste stad af te nemen. Ja, Louis, collega Louis uit Leuven daagt ons uit en dat is ongelooflijk boeiend. Hè? Twee steden die elkaar proberen de loef af te steken voor vredeseilanden, voor het goede doel. Ik ben zelf nog actief geweest in de scouts en heb ook nog mannetjes verkocht van vredeseiland, dus ik weet wat het is. Ja, Louis verwijst naar 1302, 700 jaar geleden. Ik zou zeggen, laat mij verwijzen naar de voetbal, OHL en KV Kortrijk. Wie van hen doet het vandaag het beste? Wel, aan jullie om daarover te oordelen, maar een warme oproep om in onze stad en in onze regio de vrijwilligers van Vredeseilanden met open armen te ontvangen, massaal aan hen te kopen en om te schenken aan het goede doel. Dus Leuven doet het goed, maar Kortrijk en de regio doet het iets beter.